Hoi, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie mee en er staat veel op de planning. Namelijk heel veel bruidswerk. Mooi bruidswerk. Ik ga flink uitpakken. Mijn zusje gaat trouwen. Dus ik heb er helemaal zin in. En ik denk, ik neem jullie mee. Ik neem jullie mee in het maken van het bruidswerk, maar ook mee naar de locatie. Dus dan kunnen jullie ook het eindresultaat zien. In ieder geval zoveel mogelijk. En ik zou zeggen, kijk gezellig mee. Oké, naast het bruidsboeket en het standaard bruidswerk als autostuk, corsages, mag ik ook de aankleding doen. Het is een buitenbruiloft in een tent en ik dacht dat is wel leuk, want 's avonds wordt het donker, om deze lampjes te gebruiken. Dit zijn lampjes die heel vaak richting kerst gebruikt worden, maar eigenlijk kan je het gewoon het hele jaar door gebruiken. En vooral ook als je veel buiten zit op de tuintafel, het kan soms heel gezellig zijn. Maar ook in huis trouwens, in de woonkamer. Ik gebruik ze het hele jaar door. Dus het is heel mooi warm licht. We staan ook gewoon op onze webshop. Maar wat ik dus leuk vind. Ik heb een fles hier. Een hele mooie. En daar doe ik de draadjes in. Want ik denk dat dat goed gaat. Ik zal het gaat voor zeker nog even testen. Maar volgens mij konden deze tegen water. Alleen het kastje natuurlijk niet. Maar die ga ik de uithangen, dus daar hebben ze geen last van. Die doe ik dus in een fles en daarin doe ik bloemetjes. En dan geeft dat 's avonds een heel sfeervol effect op de tafel. Dus dat ga ik even doen met verschillende flessen en dan doe ik daar mooie bloemetjes in. Het is een beetje een Ibiza-stijl-achtig, dus veel olijfblad, eucalyptus, gipskruid. Dus ja, een beetje romantisch ook. Zo. Ik ga je dus ook even met het licht uit laten zien hoe het dan eruit ziet. Eerst even vullen met wat bloemetjes. Kijk hoe gezellig het is, jongens. Prachtig. Oké, wat betreft de flesjes heb ik iets andere indeling gemaakt. Omdat ik en niet 100% zeker weet of de flesjes waterdicht zijn. En er ook bloemetjes naast komen en dan wordt het misschien te druk. Ik heb zojuist ook een mooi boeket gemaakt. Ik ga ze nog een maken en die ga ik even op een vaas zetten.
Zo, het bloemwerk is klaar. Ik ben echt meer dan tevreden. Echt geweldig. Ik kan niet wachten om naar de locatie te brengen. Dan gaan we nu naartoe. Vanavond werk ik het bruidsboeket nog even af. En een corsage ga ik dan maken. Daar heb ik al wel wat voorwerk en dat soort dingen voor gedaan. Maar dat komt vanavond. Ik ga nu eerst inladen en de spullen naar de locatie brengen. Zo, ik ben nu op de locatie. En het is warm. Maar het was zo mooi, jongens. Kijk, hier achter mij. En hier... Ik ben helemaal blij. Ik ga even de laatste afmaken en dan... ik ben helemaal tevreden. Ik ga het jullie laten zien. Oké, het is ondertussen de dag van de bruiloft. Ik ben er helemaal klaar voor. Maar omdat het gisteren wat warm was, heb ik even de bloemen hier binnen gezet. Dus die ga ik nou allemaal naar buiten brengen en weer terug op locatie, zodat het allemaal picobello zo uitziet. Ik zal even laten zien wat ik ook aan heb. Het is misschien wel leuk om te zien met z'n dag. Ik heb even mijn hakken verruild voor even wat makkelijks voor het plaatsen. Gaan we erop.